Gisteren echt weer te laat ben gaan slapen. Het is vandaag zaterdag. Het is echt immens vroeg. Wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Zoals je aan de titel kan zien, ga ik deze week de challenge met mezelf aan om elke dag om 5 uur op te gaan staan. Ik denk dat ik nog niet helemaal in de gaten heb wat dit gaat worden en dat dit echt best wel heftig is. Ik zie in ieder geval heel vaak dit soort video's voorbij komen en ik wil het al heel lang een keertje zelf doen. We zien natuurlijk nu ook heel veel van die video's van that girl voorbij komen, van die meiden die echt alles op orde hebben in hun leven en heel vroeg opstaan. En ja, dat ben ik dus. Ik ben echt het tegenovergestelde. Sowieso ben ik dus echt een avondmens en ik merk gewoon dat ik ook in de vakantie, ik heb heel veel dingen om te doen. Alleen, ik slaap gewoon heel laat. Eigenlijk slaap ik nooit voor 2 uur. En ja, dat moet gewoon gaan veranderen. Ik wil gewoon productiever worden. Ik wil kijken wat het gaat doen voor mij. Of ik het chill vind. Hoe ik het ervaar. Dus, dat gaan we deze week doen. Ik hoop in ieder geval dat jullie zin hebben in deze video. Doe ook zeker even een duimpje omhoog. En ik ben dus vanochtend al begonnen. Ik wilde eigenlijk gisteren nog even een soort voorbereiding doen. Met dat ik op tijd ging slapen en zo. Nou, dat is niet gelukt. Dat gaan jullie dadelijk zien. Het is absoluut niet gelukt. Maar ik dacht, als ik nou nog een dag ga uitstellen, dan ga ik het weer een week uitstellen. En zo verder. Dus we gaan gewoon beginnen. Let's go. Nou jongens, hier is dan Joyce over. Zo noem ik mezelf maar even. Allereerst ga ik hier dus mijn wekker zetten. En dan is het maandagochtend. En gaat dit heerlijke geluid af. Zoals je kan zien heb ik er helemaal zin in. Echt weer het zonnestraaltje in huis. Ook al ben ik wel trots op mezelf dat ik meteen wakker ben geworden. Al moet ik zeggen dat ik hier wel even dacht, waar ben ik aan begonnen? Uiteindelijk ben ik best wel snel opgestaan en heb ik dus mijn laptop gepakt om achter mijn bureau te gaan zitten. Ik denk namelijk dat dit echt je productiviteit verhoogt en dan kan ik ook gewoon meteen goed aan de dag beginnen. Hier komt Joep nog even wat water brengen, heel lief, want ik heb ook het gevoel dat dat zeker wel helpt met het wakker worden. Hier kunnen jullie zien dat het nog best wel donker is en het is natuurlijk ook nog best wel vroeg. Hier zat ik om 4:15 dus al achter mijn laptop, dus daar was ik best wel trots op. En nu was het tijd om een planning te gaan maken. Ik vind het altijd fijn om een planning voor de dag te hebben, zodat ik weet wat ik allemaal moet gaan doen die dag. Verder zet ik ook nog even muziekje op, al was het wel slaapmuziek, dus dat was misschien wat minder handig. Maar ik moet wel zeggen dat dat heel erg chill was om zo wakker te worden in de ochtend. En hier is het dus bijna 6 uur en begint het al aardig licht te worden. En is dus eigenlijk de dag officieel begonnen. Het is nu 7:15 en ik mag dus niet te hard praten, want bijna iedereen slaapt hier nog. Maar het gaat al best wel goed de eerste ochtend. Ik kan best wel goed wakker blijven. Het wakker worden was even moeilijk. Maar nu heb ik wel het idee van, oh wow, ik voel me best wel al echt wel wakker en energiek. Dus dat is top. Ik heb ook al mijn planning gemaakt dus. En ik ga nu even tanden poetsen. Even mijn gezicht wassen. En gewoon mijn morning routine doen, om het zo maar even te noemen. En dan ga ik hier de badkamer opruimen en mijn kamer opruimen. En daarna even ontbijten. Het gaat best goed deze ochtend. Ook al denk ik wel dat het nu alleen maar even goed gaat. Omdat het misschien de eerste dag is en ik nu nog echt hyped ben. Maar we gaan het zien. Het is nu bijna 7:30 en ik moet echt zeggen jongens, ik heb vandaag al zoveel kunnen doen, zoveel gedaan. Dus dat is helemaal top. Ik moet wel zeggen, de vermoeidheid begint nu wel een beetje in te slaan. Omdat ik natuurlijk vannacht pas zo laat ging slapen en natuurlijk zo vroeg ben opgestaan. Ik kan wel tegen weinig slaap, maar ja, het begint toch wel een beetje nu wat moeizamer te gaan. Ik ga in ieder geval dadelijk eten. Ik hoop dat we gewoon rond 7 uur gaan eten en daarna ga ik snel hopen dat ik met de vlog helemaal klaar ben en een beetje op tijd kan gaan slapen. Ik hoop eigenlijk om 10 uur te gaan slapen, want dan slaap ik van 10 tot 5, slaap ik mooi 7 uur. Dus dat zou fijn zijn.
ben benieuwd of het gaat lukken vanavond. Maar dat is in ieder geval het plan. Het is nu 10:55. Wat betekent dat 10 uur slapen niet gelukt is. Dit is dus ook precies waarom ik een avondmens ben. Ik ben namelijk nog steeds aan het editen voor de video van morgen. Het loopt altijd uit. Ik moet daar nog een thumbnail maken. Ik moet nog een beschrijving maken. Ik moet nog helemaal uploaden. Dat gaat nog even duren. Dus ja, jullie gaan zo zien hoe laat ik uiteindelijk ga slapen. Maar ik verwacht dat het weer best wel laat gaat worden, helaas. Het is dus niet gelukt om vroeg te gaan slapen. Zoals jullie kunnen zien is het hier al 1 uur geweest. En was het dus zeker even zwaar om een wekker te zetten. En ook toen het natuurlijk afging op dinsdag. Oké, jongens, ik ben wakker. Het is nu even kijken. Het was hier dus net 5 uur geweest. En ik zat mailtjes te beantwoorden. Later dacht ik ook, die mensen zullen wel denken, hoezo mailt deze meid zo vroeg terug? En hier is het alweer bijna 6 uur en begint het alweer helemaal licht te worden. En daarna was het tijd voor mijn vaste rituelen. Namelijk eerst dus een planning voor de hele dag maken. En natuurlijk weer de waterfles vullen. Het is nu 7:30 en ja, het ging best op zich wel goed. Toen ik eenmaal wakker was, was ik ook wel echt gewoon goed wakker. Alleen ik merk wel dat ik gewoon gisteren echt weer te laat ben gaan slapen. Het moet gewoon eerder worden, want anders gaan we het niet volhouden, jongens, deze hele week. Dus vanavond, ja, gisteren moest ik ook gewoon echt een video afmaken. Maar vanavond gaat het me echt lukken om in ieder geval voor 11 uur te proberen te gaan slapen. Ik denk dat dat wel moet gaan lukken. Ik heb in ieder geval even ook weer water gepakt en ik ga even tanden poetsen en ja, heel mijn morning routine dus weer doen. En dan even ontbijten straks. Ik heb nog niet heel erg honger, maar ik denk dat dat zo wel gaat komen. Het is nu bijna 9 uur en ik heb dus even een ontbijtje gemaakt. Helemaal zin in. Het is nu 9:50 en ik heb dus het bad vol laten lopen. Ik ga echt 2, maximaal 3... misschien 4, nou dat is echt maximaal. Keer per jaar in bad, echt heel weinig. Maar ik dacht het is weer een keertje tijd. En ik hoop gewoon ook echt dat ik vandaag eindelijk een keertje voor 11 uur kan slapen. Nadat ik in bad was geweest ben ik best wel vroeg gaan slapen. En ging het opstaan ook wel iets makkelijker. Hier was het ongeveer 5:30 en zoals jullie kunnen zien was ik wel nog best wel moe. Ik ging er gewoon even op mijn telefoon zitten en even wat filmpjes kijken en rustig wakker worden. En daarna ben ik achter mijn laptop gaan zitten en ben ik begonnen met het editen van een video. Het ging best wel goed. Hier kunnen jullie ook weer het duimpje omhoog zien, dus laat ook zeker een duimpje achter. Het is ondertussen bijna 6 uur. Ik ben echt al best wel ver met het editen van de video. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ik moet wel op dit moment heel veel moeite doen om niet terug in bed te gaan liggen. Want ik ben echt moe. Ik ben echt moe. Maar ja, ik ga gewoon weer even verder. Het is nu 5:30. Ik ben vanochtend weer netjes om 5 uur opgestaan. Ging ook goed. Ik moet zeggen, het opstaan gaat me tot nu toe beter af dan ik had verwacht. Ik heb echt wel ook tegen mezelf gezegd van oké, als je wekker gaat, ga gewoon zo snel mogelijk uit bed. Ga achter je bureau zitten. En ik weet niet, dat gaat best wel vlot. Dus daar ben ik blij mee. Het enige alleen wel dat ik vanochtend, ja, ik had best wel koud. En toen dacht ik, ik was dus al best wel ver met het editen van mijn video. En toen had ik het best wel koud. Toen dacht ik, oh, ik ga nog even in bed liggen om 8 uur. En nog even wat filmpjes kijken op mijn telefoon. Ga ik mooi daarna ontbijten. Maar toen ben ik dus in slaap gevallen. Dus toen heb ik nog iets van 1,5 uur geslapen. Ik had het gewoon ook wel nodig, denk ik. Ik heb gewoon wel te weinig geslapen de afgelopen dagen. Dus ja, verder wel heel erg veel gedaan vandaag. En het lastigste aan vroeg slapen vind ik dus ook echt als je de avond daarvoor allemaal dingen hebt gepland. Zo gaan we vanavond naar de ouders van Joep en naar barbecuen. Morgen gaan we met vrienden uit eten. Vrijdag gaan we nog met vrienden barbecuen. Dus dan wordt het gewoon lastig om op tijd te gaan slapen, snap je? Maar we gaan het wel proberen. Ik ga gewoon proberen vanavond alsnog wel rond 10, 11 uur te gaan slapen. En dan morgen weer om 5 uur opstaan. Morgenochtend wil ik ook echt meteen 's ochtends gaan lopen. En al meteen in beweging komen. Want ik merk dat ik nog iets te weinig tijd besteed aan sporten. Maar dat gaat denk ik ook wel goed komen. Oké. Het gaat eigenlijk best goed tot nu toe. Ik ben echt best trots op mezelf. Behalve dat ik al vanochtend in slaap ben gevallen. Dat was iets minder.
Het is vandaag donderdag en het opstaan ging echt best wel goed. Ik ben nu 20 minuutjes wakker en ja, ik weet niet. Ik denk ook dat je het misschien wel aan me ziet, maar ik ben helemaal niet moe of zo. Dus heel erg chill. Ik ga verder met het editen van ook weer de video van gisteren waar ik mee bezig was. En mijn planning maken. Dus helemaal toppie. Het is nu bijna 7:45. Oké, ik kan het echt bijna niet zien. Het is echt al super licht ook buiten. Ik vind het wel chill dat 's ochtends al zo licht is. Joep is ook wakker. Ik probeer een beetje zacht te doen. Want we gaan dadelijk dus even een rondje lopen. Ik wilde al eerder 's ochtends echt gaan lopen en zo. Ja, maar het was zo shit weer. Het regende net. Klopt. Dus wij gaan nu naar beneden toe en even een rondje lopen. Wij zijn nu aan het lopen en het is echt wel chill. Het is super rustig nu. En ja, ik weet niet, ik vind het wel chill om gewoon zo een beetje de dag te beginnen. Het is wel lekker wakker worden. Ja, normaal klopt. Normaal ben ik altijd veel te gehaast. Ja, nou ik ook. Heb je echt, ja, ik weet niet, je doet echt meer 's ochtends. Dat is zeker waar. Het gaat alleen wel, denk ik, elk moment weer regenen. Nou, dus ik wou net zeggen, ja, er komt er een flinke ja, dus aan. Wij gaan nog even doorlopen en dan ga ik dadelijk, denk ik, ontbijten. Want dat moet ook gebeuren. Ik krijg ook al wel een beetje honger. Ik heb steeds eerder dat ik 's ochtends dan wel honger heb. Nee, dan ik ben er heel slecht in. Ja, jij bent er sowieso heel. Ja, ik ook. Maar gewoon niet. Omdat ik nu de hele vroeg opsta, nee, snap ik. Wordt het wel steeds iets beter. Hier zijn we uit eten met vrienden. Het was heel erg leuk en gezellig. Alleen wel weer de reden dat we laat thuis waren. Hier gaat dan de wekker op vrijdag weer heel erg vroeg. En zoals jullie kunnen zien is het nog heel erg donker buiten. Nou jongens, ik ben net klaar met de video gelukkig. Want hij komt ook elk moment online. Dus top. En in de middag gaan we ook weer gezellig met vrienden afspreken. Ze hebben er ook een heel erg lief konijntje. Dit is dus Jules. Maar daardoor waren we ook weer redelijk laat thuis en gaat weer de wekker erg vroeg. Het is vandaag zaterdag. Het is echt immens vroeg. En we zijn gisteren ook best wel op tijd weggegaan. We hadden dus een hele gezellige avond bij Klaartje gehad met Marloes en zo. We waren om 12:00 thuis. Ja, ik was wel netjes, trots op ons. En vandaag is dus moving day. Want mijn oma gaat dus verhuizen en we gaan de hele dag helpen. Ik ben benieuwd. Ik denk dat het wel gaat lukken. Het plan. Jawel. Om het in één dag. Ik denk dat het best wel. Komt wel goed. Ja, het zijn wel natuurlijk heel veel spullen. Maar we hebben, of ze hebben al echt best wel veel gedaan. Dus ik ben benieuwd. Jongens, de week is voorbij. Ik wilde zeggen eindelijk, maar het is, ja, het is gewoon voorbij gevlogen. Dus ik vond het eigenlijk wel prima zo. Ik moet echt zeggen dat het me veel beter af is gegaan dan ik had verwacht. Ik had echt verwacht dat ik niet op kon staan. Nog een half uur in mijn bed zou liggen van, oh, ik moet er dadelijk uit. Maar het hielp heel erg omdat ik gewoon echt de instelling had van, oké, die wekker gaat. Gewoon zo snel mogelijk iets gaan doen, weet je. Gewoon zo snel mogelijk achter de computer, echt gewoon even zorgen dat je gewoon wat aan het doen bent. Dus ja, ik moet zeggen, het ging veel beter dan ik had verwacht. Ik heb wel gemerkt dat het vroeg opstaan niet het grote probleem was. Maar vooral voor mij het op tijd naar bed gaan. Zoals jullie zagen, heb ik gewoon 's avonds nog veel te doen. En ook nog allemaal afspraken. En dan is het gewoon heel erg lastig om voor 12:00 in bed te liggen. Dus dat is gewoon mijn allergrootste probleem. Ik wil vanaf nu ook altijd eerder gaan opstaan. Maar ik denk niet om 5:00. Ik denk dat ik mezelf gewoon wil gaan aanleren dat ik 6:30 of 7:00 gewoon elke dag wil gaan opstaan. Maar 5:00 gaat hem voor mij niet worden. Ik ben ook heel erg benieuwd hoe laat jullie trouwens altijd opstaan. En ik kreeg ook heel erg vaak de vraag of ik deze week dus bezig was met de challenge, de Hell Week. Ik kende het dus nog helemaal niet. Ik zei dus tegen een vriendin van, ja, ik ga met mezelf een challenge doen dat ik elke dag om 5:00 op ga staan. En nou, toen zei ze dus, oh, ga je dan de Hell Week challenge doen? En ik echt zo, nee, wat is dat? Maar blijkbaar is dat dus een challenge waarbij je ook altijd vroeg opstaat en volgens mij één dag helemaal doorhaalt. Nou moet ik zeggen, daar zat ik niet ver vanaf, want op donderdag en op vrijdag was ik redelijk laat thuis en dan weer redelijk vroeg opstaan. Maar de Hell Week, ja, ik ga er gewoon eens een keertje naar kijken wat het nou precies is. Laat het in ieder geval weten als je er meer over weet. En misschien dat ik die ooit ook nog wel een keertje ga doen. Ik hoop in ieder geval dat jullie deze video leuk vonden. Doe dan ook zeker even een duimpje omhoog. Want ik ben ook heel erg benieuwd of jullie dit soort week challenges leuk vinden. Dus doe dat zeker even. En wil je mijn volgende video's niet missen, kan je altijd even abonneren op mijn kanaal. En het belletje aanzetten. En dan hoop ik je snel weer te zien. Doei!